Welkom bij de walkthrough fysieke opdracht. We gaan naar challenges en kiezen physical activity, de fysieke opdracht, en drukken op nieuw. Deze challenge is eigenlijk heel makkelijk in te stellen. Het enige wat we hoeven te doen is een naam te geven. Fysieke opdracht, in dit geval is de fysieke opdracht door 50 meter rechtdoor te lopen. En de iPad dan recht te houden, dus ik noem het rechtlopen. Dan kun je vervolgens een icon on map selecteren. Dus zelfgewenste icoon kun je eraan geven. Een karakter kun je toevoegen, het aantal punten wat je hiermee kunt verdienen. In dit geval doe ik 100. We kunnen een stukje tekst weergeven. Kun je zelf verzinnen. Loop 50 meter en houd de iPad recht. Succes! Ziek idee. Nou, zet het even mooi gecentreerd. Oké, nou. Dit gedaan te hebben, voegen we er nog eventjes een karakter aan toe. Die kun je zelf op maat maken. Als je een karakter kunt maken, zien we in de walkthrough. Karakter maken. Dan even het voorbeeld hoe we het in de praktijk te zien krijgen. Opdracht wordt gepusht, inderdaad, de karakter, loop 50 meter en houd de iPad recht. Succes. Zijn jullie er klaar voor? Dit kun je swipen in 4 stappen. 1, 2, loop rechtdoor. 3, houd de iPad in balans. 4, let op de bal, let op de rode bal, die moet in het midden blijven. Oké, okay, gaan we. Zo kun je dus lopen. Rechts zie je de teller rechtsboven hoeveel meter je loopt. Dat gaat op basis van GPS. Dus loop wel één rechtstuk, niet heen en weer. Kijk, en als de rode bal eraf gaat, omdat je de iPad scheef houdt, dan gaat er een hartje af. Je begint met een aantal hartjes en inderdaad, verloren. Zo werkt het. Succes. Groetjes.